Hoe kun je nou zelf een foto plaatsen in je eigen Blackboard-cursus? Nou, ik ga er even van uit dat je weet hoe je foto's maakt en op je computer opslaat. Zet ze bijvoorbeeld onder afbeeldingen. Mocht je dat lastig vinden, kun je me ook altijd even opzoeken. Maar ik ga ervan uit dat die opgeslagen en al is. En we willen hier op deze plek, op de startpagina eigenlijk van de cursus, willen we een foto plaatsen. Nou, dan ga je hier naar inhoud bouwen. En dan kies je gewoon voor item. Een item is gewoon eigenlijk een dingetje. Ik wil een dingetje plaatsen. En dan geef ik hem even een titel. Bijvoorbeeld foto. En dan wil ik eigenlijk hier in dit vlakje wil ik die foto plaatsen. Dus ik tik dit eventjes aan. En dan zie je hier een menubalk waarmee je je eigen teksten kunt arceren. Een andere kleur kunt geven. Groter of kleiner maken. Ander lettertype enzovoort. En nou, een van de andere knopjes die je hier tegenkomt, dat is deze. En die zie je ook dan donker worden als je eroverheen gaat met je muis. En hij heet afbeelding invoegen of afbeelding bewerken. Nou, wij willen een afbeelding invoegen, dus daar tik ik op. Dan krijg ik een ander schermpje te zien. Ik zal hem even in beeld slepen. Dat ziet er zo uit. En ja, dan kun je hier een URL eventueel, dus als je zeg maar ergens van een website iets erin wil zetten. Maar in dit geval zeg ik dus bladeren in mijn computer. En dan zoek ik eventjes bij mij onder afbeeldingen, zoek ik eventjes een foto die ik leuk vind en die ik hier zou willen plaatsen. Nou, waarom niet onze minister Rutte? Nee, gaan we niet doen. Even kijken hoor, deze twee gezellige meisjes willen we bijvoorbeeld. Als ik die dubbelklik, dan gaat hij hem al inladen. Hij vindt het wel fijn als we daar even een beschrijvingje van maken. Dus dat doe ik dan maar eventjes. Nou, de titel noem ik ook. Twee meisjes, waarom ook niet. En dan is het handig om even hier bij weergave even te kijken. Je ziet hier namelijk zo'n beetje hoe groot die afbeelding is. Nou, als ik hier zie 354... Nou, dan valt dat nog wel mee, maar hier is 532 pixels. Dat is best een grote afbeelding en eigenlijk wil ik hem niet zo groot hebben. Als ik nou deze aanpas bijvoorbeeld naar 200, soms moet je dat even een paar keer uitproberen hoor, dan past hij zelf ook die andere afmeting aan. En nou, dan ga ik weer eventjes terug hier naar deze knop en dan ga ik gewoon even kijken hoe het eruit ziet. Ik kies dan voor verzenden. En dan kan ik even bij mij toevallig even niet bij. Of invoegen is het in dit geval. Dus ik kies voor invoegen. Je ziet hem hier al verschijnen. En nu kies ik voor verzenden, oftewel plaatsen. En daar staat mijn plaatje.